Giel, ja. Eén na laatste uitzending. Morgen feestuitzending, bestaan we 5 jaar. Ja. Ben je gelukkig ook bij. Dit is dus de laatste reguliere keer dat we naast elkaar staan. En dan is de vraag altijd, wat is de muziek van de dag? Ja. Doe ik ook, maar je hebt ook een verrassing bij. Jazeker. Maar we beginnen met de muziek van de dag. Ja, we beginnen met iets wat, het is eigenlijk schaamteloos, maar ik ben gewoon blij als een kind, zo trots als Jeroen Pauw. Ik heb gewoon een cd. En dat heeft me heel veel bloed, zweet en tranen gekost om die rechten voor elkaar te krijgen. Ja, ik wilde er zelf ook niet op, maar dat vond de maatschappij leuk. Voor de duidelijkheid, ik verdien er niks aan, niemand verdient er iets aan. Want het zijn allemaal nummers, de covers, zoals ik dat doe in mijn programma. Dus echt grote bands. Nou, laat me even gaan kijken. Ik heb wat filmpjes bij mij op de gang. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Dit is Caro Emerald. Ja, zeker. Lady Gaga doet ze dan. Want your bad romance, I want your ugly, I want your disease. Ja, en deze ook. Laura Jansen. Daar begon het mee. Ja. Ze deed toen You Somebody op de gang. Maar echt ook, nou, Waylon bijvoorbeeld met het mooie ding wat hij hier deed, opgeschreven krijgbaar. En ja, het is helaas mocht het niet zo zijn dat het te downloaden was. Mm-hmm. Want wat ik zei, het is echt een rechtergedoetje. Maar er zijn er een paar. Oké, Giel, je hebt je eigen cd. Ja, nu cool. Zijn we al aan de verrassing? Toen heb je nog iets? Nou, ik heb iets illegaals. En dat is volgende week iets legaler. Maar het is nu eventjes nog exclusief. Wat dan? Ellen Clark, het album. Juist. Ik heb al wat dingen. En het is best wel een zoet album. Lekker voor de ladies, zou ik willen zeggen. Er staat één prachtig mooi duet op met Diane Birch, Amerikaanse singer-songwriter. Mm-hmm. Dat is echt verzeten. Echt prachtig. Ja. Ja, en een beetje funky dus ook gewoon. Maar goed, laten we echt naar het echte werk. Ja, jij hebt iets meegenomen. Ja, dat is wanneer was het? John Mayer was je eerste grote vangst. Ja. Toen zeiden nou Giel, als je dat vaker kan doen, dan zijn we je man. En vanavond is het weer zover. Nou, dit is echt wel een hele grote vangst. In de zin van dat ze echt over de hele wereld bakken met cd's verkopen en heel veel optredens. Laten we even gaan kijken. 1, 2, 3. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Please welcome back to the program, Snow Patrol. Like the sun is open wide, I wanna bathe you in the light of day. Can't imagine this place, it's our sacred space. Well, shut your eyes. Shut your eyes. En Gary en Nathan zijn hier? Ze zijn hier gewoon. Oké, groot applaus voor Snow Patrol! Welkom, welkom in de show. Unbelievable, here they are. Welkom in Holland again. Thank you very much. You went to the zoo, I heard. Here. We went to the zoo, yes. Artists hereafter. Yeah, it's very good. Okay. There's a lot of animals walking around in circles. Yeah. Just very, very insane animals. Yeah. Gary, it was was a bit exciting whether or not you can you could sing here, because of a dislocated jaw met je kaak. And you had that for 8 years. 8 jaar kaakklachten. I in my defense, I was drunk for a lot of that time. All right. I What happened then? I fell down the stairs about 8 years ago of a nightclub. Yep, just like that. Yeah. And I dislocated it, but there was no X-rays done at the time, and I just over a period of time, it just got the jaw got worse and worse. But you didn't feel it. I felt it about 2 years ago. It started to get sore, and I went to different people, and they didn't know what was wrong. Okay. And then I finally got an X-ray, and they said it's been dislocated for quite some time. Wow. There's the CD here. Yes, it's up to now. No pictures of my jaw on there. No, up to now. 15 years. Mm-hmm. Well, 8 years with a dislocated jaw then. Absolutely. but the start was really slow. It was... Yes, thanks for reminding me. Yeah. No, but was there a time... De start was rustig. Was niet meteen de wereld. Well, fuck, I quit with the band. No, I don't have any other skills at all. Nathan doesn't either, no, apart from handsome. Looking that handsome all the time. Yeah. He's the handsome guy, yeah. What are you going to play for us, guys? Run? Yeah. Unplugged? The rerun. Yeah. Unplugged? Yeah, why not? It is possible? Absolutely. We have the machinery right here. Ze staan op Lowlands, helemaal uitverkocht al. Twee keer Heineken Music Hall. Precies. Sell-outs. Oké. Ja. Snow Patrol! Run!
sing it one last time for you, and then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. And I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it anywhere away from here. Light up, light up, as if you have a choice. Pleasure and honor to give to you 50,000 platinum awards from up to now. Platinum plaat for Snow Patrol. And honor. Thank you so much. Thank you very, very much. Okay, aan tafel.